Goed. Goedemorgen, groep 5. Nou, vandaag alweer het tweede filmpje. Het is vandaag dinsdag 31 maart. En we gaan weer aan de slag met een aantal dingen. Nou, bij deze de planning. We starten vandaag met het rekenen. Na het rekenen gaan we aan de slag met lezen. Nou, en lezen dat doen we vanuit ons Bravo-boekje. Daarna gaan we aan de slag met spelling. We gaan een gymnastiekopdracht krijgen vandaag. En we sluiten de dag weer af, of het filmpje weer af, met een challenge. En uiteraard ook vandaag weer die 15 minuten stil lezen die iedere dag belangrijk zijn. Trek je even terug, zoek een rustig plekje en ga lekker lezen. Nou, we gaan direct starten met onze rekenles. Nou, jullie pakken het sommenboekje en het kopieerboekje van rekenen voor je. Want dit zijn de twee boekjes die je nodig hebt tijdens de rekenles. En we gaan als eerste starten in het sommenmakersboekje. En we pakken daar de tweede bladzijde bij. En dat is de bladzijde met de getallenlijn. En deze bladzijde ga je nu maken. Goed, nou, hard gewerkt aan de sommenmaker. Dan gaan we snel door naar eigenlijk de les van vandaag. Ook hier kun je weer zien dat je bovenaan de bladzijde staat welke dag je het moet maken. Dinsdag 31 maart. Dus deze bladzijde is voor vandaag de bedoeling. Nou, ook vandaag, we zijn aan het werken na de toets, dus vooral de dingen die we de afgelopen weken geleerd hebben, die gaan we nog een keertje herhalen. Nou, je ziet bij opdracht 1 ga je kijken, je moet even goed kijken welk cijfer dik gedrukt is, maar welk cijfer dik gedrukt is, hoeveel is dat waard? Nou, bij 421, dan weet ik dat die 1 maar 1 waard is. Het tweede getal is 456. Daar zie je de 5 dik gedrukt. Nou, die staan in het midden en die staan dus bij de tientallen. Denk aan je HTE-schema. En de 5 is dus 50 waard. Dat schrijf je erachter. Dat doe je bij alle getallen van opdracht 4. Daarna ga je bij opdracht 5. En bij opdracht 5 heb ik het je een beetje makkelijker gemaakt. Want opdracht 5 heb ik uitgewerkt op de achterkant van deze bladzijde. Nou, wat zie je daar? Er is een geldbedrag en jij gaat dat geldbedrag tekenen. Nou, 125 euro is één briefje van 100, twee briefjes van 10 en één briefje van 5. Dit samen is dus 125 euro. Nou, dit doe je ook met al die andere prijzen die hierachter uitgeschreven staan. Daarna ga je weer terug en als laatste opdracht ga je het geheimschrift ontcijferen. Je zoekt de antwoorden op de sommen en je kijkt welke letter erbij hoort en welk woord je dus leest. Nou, heel veel succes met je rekenwerk. Ik zie jullie dadelijk voor de leesles. Goed, wij gaan verder met onze leesles. En zoals ik al verteld had, gaan wij dit doen aan de hand van de boekjes van Bravo. De kinderen van de klas die hebben het boekje van de E5 en sommige kinderen hebben het boekje van de M5. Ik ga nu eerst uitleggen wat de kinderen van E5 moeten gaan doen. Dus let even goed op, daarna kun je aan de slag. Nou, jullie gaan als eerste gaan jullie het herhalingsblad oefenen. Dat is de eerste bladzijde en dat is kaart 265. Hierboven kun je de instructies lezen en wordt er eigenlijk verteld hoe vaak en hoe je dit moet gaan lezen. Nou, daarna zit je in je leeshoofd en gaan we naar het doel van vandaag wat we gaan leren. Dat is op kaart 266, de bladzijde ernaast. Dat zijn de woorden met ish. Nou, dat is niet helemaal nieuw voor jullie, maar let erop bij deze woorden. Je ziet dat die met ish geschreven wordt, maar dat je deze woorden als is uitspreekt. Nou, een aantal voorbeelden. Belgisch, hectisch, melodisch, fantastisch. Technisch. Nou, zorg ervoor dat je eerst alle woorden een keertje oefent en daarna oefen je twee keer op tempo. Heb je de woorden op tempo geoefend, ga je het verhaal oefenen. Ook in het verhaal zijn het wederom de woorden met ISCH, oftewel met IS. Lees eerst een keer het verhaal rustig, daarna lees je het verhaal een keer op tempo. Dan ben je klaar. Hierin geldt eigenlijk hetzelfde. Je start met de eerste bladzijde, het herhalingsblad. Oefen dit en volg de instructies hierboven.
Daarna naar de volgende bladzijde, kaart 228. We gaan met de M5-groep de woorden oefenen met de comma S. Nou, en die comma S, dat is een afkorting van wat ze vroeger zeiden van desavonds. Desavonds. Nou, die des, dat hebben ze afgekort. De hebben ze weggelaten. En ze hebben daar een comma voor gezet. Deze woorden spreek je uit als s'avonds. Even een aantal voorbeelden. S'avonds, smiddags, zomers, s'nachts, schravenhagen. Oefen deze woorden eerst voor jezelf, daarna twee keer op tempo. De volgende bladzijde die hoort erbij, de uitgelaten hond. Hier kom je deze woorden tegen. Eén keer rustig, daarna één keer op tempo. Succes met lezen en dadelijk kom ik bij jullie terug voor spelling. Goed, we gaan verder met spelling. En voor spelling heb je je werkboek nodig van spelling. En heb je de uitlegkaart nodig. En daar kun je K20 alvast voor je pakken. Nou, bladzijde 32 hebben wij gisteren gemaakt. Dus wij gaan vandaag eigenlijk verder met bladzijde 33. Oh, het staat niet helemaal erop. Bladzijde 33 heb je nodig. Nou, we zien eigenlijk dat we dezelfde afspraak, dezelfde regel van gisteren hadden. Let op de woorden met eeuwen, iuwen en uwen. Je maakt bladzijde 33 en je zorgt ervoor dat je K20 leest en daarna de woorden twee keer bloot. Heel veel succes en tot dadelijk bij de gym. Ja. Goed, wij gaan na al het harde werken is het even tijd om te gaan bewegen. Wij gaan vandaag dat onder leiding doen van Zepsport. Nou, je hebt zometeen weer Google nodig, dus dat typ je in. En daarna typ je hier in de zoekbalk Zepsport in. Let erop, Zepsport schrijf je met een dubbele P. Als je dat hebt ingetypt, duw je op enter. En dan kom je eigenlijk direct al bij de filmpjes. En we gaan naar de workout at home van dag 2. Dus dit filmpje klik je aan. En dit filmpje ga je zo meteen afspelen. En hierin kun je lekker bewegen. Nou, als je dit gedaan hebt, dan kom ik bij je terug voor de laatste opdracht. En dat wordt de challenge. Veel beweegplezier. Tot zo. Goed, jongens en meisjes, daar zijn we weer. En we zijn er vandaag nu weer voor de challenge. De laatste opdracht van vandaag. Nou, wat is dat vandaag? Het is eigenlijk een beetje een rekenchallenge. Jullie kennen allemaal de sprongen van 10. Maar wat is nu de opdracht en de uitdaging? Je gaat zoveel mogelijk sprongen van 10 proberen te maken. Nou, 10, 20... Dat kun je wel noemen, maar daarna ga je ook in de huiskamer de sprongen springen. Nou, ik zal het even voordoen. Ik ga natuurlijk niet zo lang als ik kan verder, maar jullie uitdaging is om zo ver door te gaan als je maar kan. 10, 20, 30, 40 en zo ga je maar door. Heel veel succes, vergeet het te lezen niet vandaag en ik zie jullie morgen weer. Doei!